Het imago van Rob Kems zijpelt richting het afvoerputje van het Hilversumse Mediapark. Zijn imago brokkelt in heel rap tempo af sinds Yvonne Koldewijer heeft onthuld dat hij zijn vrouw en twee jonge kinderen, in de steek, heeft gelaten om het bed in te duiken met een van zijn achtergronddanseressen. Dat eerste is bevestigd, dat tweede nog niet. Angela de Jong waarschuwde Rob in januari al dat zijn gunfactor afneemt, maar nu valt er volgens haar niets meer te redden. Ze noemt hem in haar column in één rij met Enzo Knol, Stella Bergsma en Jessim Kenden, die momenteel volop in het nieuws zijn. Hij vanwege wanggedrag in zijn Porsche, de dames vanwege hun wrok jegens vandaag een site. Het commentaar dat Angela erbij plaatst is meedogenloos, de pijnlijke zelfoverschatting van mensen die een paar keer met hun kop op tv of in de media in het algemeen zijn geweest. Volgens haar is Rob iets te veel in zichzelf gaan geloven. Het BN'erschap doet natuurlijk gekke dingen met mensen. Doodgewone mensen die opeens beroemd worden verbreken vaak hun relatie, omdat er allerlei verleidingen om de hoek kunnen kijken. En dat lijkt nu ook bij Rob gebeurd. Angela schrijft in het AD: De ooit zo sympathieke feestzanger, een playbacker, is sinds hij een contract heeft bij SBS zo bevangen door de roem dat hij zich niet alleen meester-interviewer waant, maar ook zijn vriendin en piepjonge kinderen inmiddels aan de kant heeft gezet. Hoe cliché. Privé-ster journalist Jan Uriot is ook pissig op Rob, maar dan om een andere reden. Hij vertelt in de rubriek wat vindt Jan dat Rob geen man van zijn woord is. Rob Kems heeft vier jaar geleden aan deze desk beloofd dat ik hem mocht aankondigen in Gelredoom. Nu heeft hij een concert gegeven, maar hij heeft me niet gebeld. Niet leuk, vindt Jan, dan denk ik, wat is dat nou? Onze redactie heeft hem dus daarover ingelicht: van God, je bent Jan vergeten te bellen, geloof ik. Dan krijgen we wel de blauwe vinkers te zien, maar hij reageert niet. Dat vind ik dan weer zo raar. Verslaggever Jordi versteegde, die Rob hierover een appje stuurde, bevestigt dat: nul reactie: Jan Vals, hij was natuurlijk druk met die danseres bezig. Dat zou kunnen.